We staan hier bij de volgende parel van Schijndel. Dat is het klooster. In 1633 richtte Vincentius Apollo een congregatie op. En in die tijd, dat zijn de dochters van liefde. En in die tijd zijn dat vaak beschouwende orde. Maar dit is een orde die zich heeft toewijdt aan de zorg voor armen. Deze orde die zal over de hele wereld de ziekenhuizen stichten, verzorgingshuizen, maar ook opvang voor daklozen en armen. In 1836 wordt in Nederland een orde opgericht en dat zijn de Zusters van Liefde. En dat heet officieel de Zusters van Liefde van Jezus en Maria voor Goede Bijstand in Schijndel. En deze orde die richt zich even op het gedachtegoed van Vincentius Apollo. En dat is zorg en onderwijs uit naastenliefde. Het klooster werd hier opgericht door pastoor Van Erp. En de eerste zuster die hier komt is Mieke de Bref. En ze beginnen hier in het Sint-Jozef gesticht. En er zullen nog 36 vestigingen geopend worden door de zusters. Ze beginnen met een schooltje voor meisjes, maar in 1836 is het nog niet zo dat Schijndelaren allemaal hun dochtertjes naar school sturen. Dus het ging nogal moeizaam, maar er komt meneer Pastoor en die zegt nou, als jullie die meisjes in de school sturen, dan wordt er ook geen communie gedaan. Nou, zo'n sacrament onthouden is natuurlijk nogal wat, dus wordt dat beter. Langzaam komt de tijd van het rijke Roomse leven en er treden hier uit Schijndel alleen al 90 meisjes in dit klooster. Worden al heel snel ziekenkamers bijgemaakt en nemen de zorg op zich voor bejaarden, ouderen vandaag. Maar dat is niet alles wat ze doen, want er komt hier in de loop van de tijd komt er een weeshuis, er komt een nieuwe meisjesschool, er komt het weeshuis staat overigens aan aan de grote straat, er komt een kweekschool, er komt een gasthuis. Nou ja, en uiteindelijk ook een Lidwina, dat is een ziekenhuis en voor bejaarde mensen. Waar we hiervoor staan is het moederhuis en dat werd al snel zo te klein. En ze hebben er gewoon hierboven een hele etage opgebouwd. Het lijkt alsof dat één altijd zo geweest is. Het is gebouwd in een neogotische stijl. Het heeft pilaren. Het is een afgeplat zadeldak met Romaanse pannen. Het klooster heeft een dubbele kussenpanelen deur. Boven het klooster staat Sint-Jozef klooster. Daar stond vroeger Sint-Jozef gesticht. Maar dat ging toch op de duur anders klinken dan dat het bedoeld was. En dan staat er ora et labora. En dat wil zeggen bid en werk. Dit om aan te geven dat het geen beschouwende orde is. En daarboven weer zien we het beeld van de heilige Jozef. Dus de man van Maria. Ja, we staan hier bij de ingang van wat eerst het eerste gasthuis was van Schijndel. Daarboven hangt het beeld van de heilige Elisabeth van Thüringen. Elisabeth van Thüringen was een vrouw van adel die de armen brood eten gaf. En met een schort vol brood werd ze betrapt door haar man die dat niet wilde hebben. En de broden die veranderden waren veranderd in rozen. In heel Nederland zijn er ziekenhuizen genoemd naar de heilige Elisabeth. Het Elisabeth Gasthuis, Elisabeth Ziekenhuis, die zijn echt door heel Nederland.
De zusters hebben heel veel betekend voor de zorg in Schijndel. In het begin en het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, is er een hele grote zuigelingensterfte. En ze sturen dan het Groene Kruis hier naartoe. Maar het helpt allemaal niet. Totdat iemand op het idee komt om daar aan die kruisvereniging de pauselijke kleuren te verbinden. En dan komt hier het wit-gele kruis en dan gaat het wel beter, maar nooit zo als boven de rivieren. Daar is de zuigelingensterfte dan al lang niet meer zo hoog. Wat ze ook doen is in 1934 is het Lidwina ziekenhuis oprichten. Dat is ze hebben dan al inmiddels een wijkzuster, hier ook van de zusters. En een consultatiebureau, maar er komt daar dus ook een ziekenhuis. Want er heerst hier heel veel TBC, tuberculose, waar mensen aan lijden, maar ook aan sterven. En die worden daar verzorgd. En er komt zelfs een kraamafdeling. Vooral in de oorlog heeft het Lidwina ziekenhuis heeft veel betekend. Want op een nagenoeg eigenlijk een kleine aantal inwoners hier van Schijndel komen er 700 vluchtelingen naar Schijndel. En die worden bijna allemaal neergezet in dat Lidwina ziekenhuis. Zelfs de Duitsers die zetten daar een hospitaalstaf neer. Maar dat weerhoudt die dappere zusters niet om op zolder heel veel onderduikers te verzorgen. En daar zijn zeker minstens 27 piloten, al dan niet gewond. Maar er zijn ook Duitse deserteurs bij. En die worden ook verzorgd door de zusters. Ter ere hiervan staat nu voor het klooster staat het beeld van de kloek met de kuikens. Van Dolf Wang is dat beeld. En dat symboliseert dus de zorg voor de zwakkeren. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, dan wordt het centrum van Schijndel nagenoeg verwoest. Maar ook hier het klooster wordt ernstig beschadigd, vooral de kapel. En die is na de oorlog is dat allemaal weer netjes zo weer teruggebracht in de neogotische stijl die het had. De kapel heeft een zwart-wit statie, die is gemaakt door Charles Eyck. Die was trouwens al voor de Tweede Wereldoorlog daar geplaatst. En later is er nog een wandkleed door Pieter Wiegersma ontworpen. En er zijn ook gebrandschilderde ramen ontworpen door Pieter Wiegersma. En daar is ook de icoon van Moeder van Goede Bijstand, waar de zusters naar genoemd zijn. De zusters die kopen dan de Mariahoeve. Dat is een boerderij om in te voorzien in hun eerste levensbehoeften. En daar komt ook een groentetuin bij en een bakkerij. Ja, dit was dus die Mariahoeve, die boerderij waar ze de eerste levensbehoeften haalden. En er wordt nu een appartementencomplex gebouwd, maar ze hebben het toch belangrijk genoeg gevonden om die gevel te laten staan, zodat er een aandenken blijft aan de boerderij van de zusters. Thank you.
Dit is een beeld van Ru van Rossum. Dat is geschonken bij het 150-jarig bestaan van de kloosterorde. Het verbeeldt, het is een dynamisch beeld. Het is een merrie met een veulen. En het symboliseert de groei, het samen sterker worden, dus de zorg voor de zwakkeren. Vanaf 1973 zijn er geen roepingen meer geweest, dus zijn er ook geen meisjes meer ingetreden. En het klooster is inmiddels verkocht en er zijn appartementen gerealiseerd. Die appartementen die worden nu langzamerhand overgenomen door een zorginstelling. En die worden dan verhuurd, dus gewoon verhuurd. Eigenlijk heeft het dan de bestemming waar het ooit allemaal om begonnen was, loopt zo mooi rond door.